De regering probeert in alle stilte de op hol geslagen wisselkoers weer onder controle te krijgen. Onze nieuwsdienst verneemt dat de centrale bank vanmiddag in dat kader een vergadering had met de VSB, de KKF, de bankiersvereniging, de Asfa en de vereniging van cambiohouders. Een cambiohouder verklaarde tegen onze nieuwsdienst dat de koers de afgelopen dagen omhoog gestuwd werd door tal van factoren. Hij zegt dat iedereen op zoek is naar US dollars. Burgers, kleine en grote ondernemers zetten allen hun geld om in US-dollars. Dat komt omdat het vertrouwen in de Surinaamse munt nog verder gedaald is, zegt de cambiohouder. Door deze actie van de burgerij en de zakenwereld is er wederom een enorme druk ontstaan op de US-dollar, met als gevolg een verhoging van de wisselkoers. Daarbij wordt de euro meegenomen. De koersen van de Centrale Bank zijn vandaag 7,5 SRD voor de aankoop van de US dollar en 7,6 voor de verkoop. Op de zwarte markt wordt 1 US dollar nu al voor 8 SRD verkocht. De eurokoers van de Centrale Bank is 8,4 aankoop en 8,5 verkoop. Op de zwarte markt wordt 1 euro al voor 9 SRD verkocht. De cambiohouder doet een beroep op de gemeenschap om deze vlucht een halt toe te roepen, zodat de rust terug kan keren op de valutamarkt. Niemand is erbij gebaat als de koersen steeds stijgen, zegt hij. Onze nieuwsdienst heeft het resultaat van de vergadering van de bank met de verschillende organisaties niet kunnen achterhalen.